En we kropen zo stil en zo snel als we konden weg van de afgrond. En toen wisten we dat we niet meer te zien waren. En we begonnen te hollen. We holden de hele weg terug en hielden pas halt toen we weer bij Grim en Fjala waren. We gingen in de bergkloof bij onze paarden zitten, want nu wisten we niet meer wat we moesten doen. Jonathan was zo verdrietig en ik kon niets doen om hem te helpen. Ik vond het ook allemaal zo naar. Ik begreep dat hij heel veel verdriet moest hebben om Orvar. Tot nu toe had hij gehoopt om hem te kunnen helpen, maar die hoop was vervlogen. Orvar, mijn vriend die ik nooit heb mogen zien, zei hij. Vanavond moet hij sterven. En wat zal er dan gebeuren met Nangiala's groene dalen? We aten wat brood, we deelden het met Grim en Fjala. Ik wilde ook graag een paar slokken geitenmelk drinken, want dat hadden we gespaard. Nog niet, Kruimel, zei Jonathan. Vanavond als het donker is, krijg je alles, tot de laatste druppel, maar niet eerder. Een hele tijd bleef hij stil en moedeloos zitten, maar tenslotte zei hij, het is toch net of je naar een naald in een hooiberg zoekt, dat weet ik, maar we moeten het toch proberen. Wat proberen, vroeg ik. Erachter te komen waar Katla naar buiten is gekropen, zei hij. Maar je kon merken dat hij zelf bijna niet geloofde wat hij zei. Als we een jaar hadden, zei hij. Als we een jaar hadden, dan zou het misschien lukken. Maar we hebben maar één dag. Zodra hij dit gezegd had, gebeurde er iets. Diep in de nauwe kloof waar we zaten, groeiden vlak tegen de bergwand een paar dichte struiken. En uit die struiken kwam nu opeens een doodsbange vos tevoorschijn. Hij schoot langs ons heen en was al weg voor we hem goed en wel gezien hadden. Waar zou die zo plotseling vandaan zijn gekomen? Zei Jonathan. Daar moet ik achter zien te komen. Hij verdween achter de struiken. Ik bleef zitten wachten. Maar het duurde zo lang en hij was zo stil dat ik na een poos ongerust begon te worden. Waar ben je, Jonathan? Riep ik. En toen kwam er antwoord. En wat voor antwoord? Weet je waar hij vandaan kwam, die vos? Hij kwam uit het binnenste van de berg, uit Katla's berg. Hoor je dat, Kruimel? Er is daar een enorme grot. Misschien was dit alles al in de oertijd van de sprookjes zo besloten. Misschien was er toen al besloten dat Jonathan de redder van Orvar en het Bramendal zou worden. En misschien werden onze stappen wel door onzichtbare sprookjeswezens in een bepaalde richting gedreven. Hoe zou Jonathan anders net op de plek waar we onze paarden hadden neergezet een ingang naar Katla's grot gevonden kunnen hebben? Dat was net zoiets wonderbaarlijks als toen ik van alle huizen in het Bramendal net in dat van Matthias terechtkwam. Dit moest de plek zijn waar Katla haar grot had verlaten. Iets anders was ondenkbaar. Het was een gat in de bergwand. Niet bepaald groot, maar net groot genoeg voor een uitgehongerde wijfjesdraak die na een duizendjarige slaap moest ontdekken dat haar eigenlijke uitgang door een bronzen poort dichtgemaakt was. En groot genoeg voor ons. Ik staarde in het donkere gat. Hoeveel draken zouden daar nu nog liggen te slapen? En wakker worden als je toevallig op ze trapte? Dat vroeg ik me wel af. Toen voelde ik de arm van Jonathan om mijn schouders. Kruimel, zei hij, ik weet niet wat ons daar binnen in het donker te wachten staat. Maar naar binnen ga ik. Ik ook, zei ik, maar mijn stem trilde wel een beetje. Jonathan aaide me met een wijsvinger over mijn wang, zoals hij wel vaker deed. Ben je er zeker van dat je niet liever bij de paarden wilt wachten? Heb ik je niet gezegd dat ik meega waarheen je ook gaat, zei ik. Ja, dat heb je gezegd, zei Jonathan, en zijn stem klonk weer wat blijer. Want ik wil bij jou zijn, zei ik, ook al ben je diep in die spookwereld.